Meneer Bolkestein, ik wil u graag het eerste exemplaar van dit boek overhandigen, De Staat van Morgen. Dat laat zien hoeveel kansen Nederland heeft, mits onze bestuurders de juiste keuzes maken. Ik vind dat u altijd een inspirerend bestuurder bent geweest en daarom overhandig ik u met plezier het eerste exemplaar van dit boek. Alsjeblieft. Nou, in de eerste plaats, meneer Bakkas, hartelijk dank voor dit boek. Ik heb wel eens eerder toekomstanalyses van uw hand gelezen en ben altijd getroffen door de diepgang en de trefzekerheid van die analyses. Dus ik zal dit zeker met erg veel belangstelling lezen. Het gaat natuurlijk over de toekomst en die gaat ons allen aan. Ik zou zelf het volgende willen opbrengen over dit boek. Ik heb begrepen dat er veel aandacht wordt gegeven aan het onderwijs en dat vind ik zeer terecht. Nederland heeft weinig grondstoffen. En de kennis die wij in de eeuwen hebben verzameld is eigenlijk de belangrijkste grondstof die wij hebben, ook nu nog. En daarover wil ik twee dingen zeggen. In de eerste plaats dat er meer studenten moeten komen die zich bekwamen in technische vakken, wiskunde, natuurkunde en ook handvaardigheid. Want als de Nederlandse ondernemers geen technisch bekwame arbeidskrachten kunnen vinden, dan loopt er daar slecht mee af. In de tweede plaats wil ik aandacht vragen voor de talenonderwijs. Vroeger stond Nederland bekend als een land met veel mensen die zich goed konden uitdrukken in vreemde talen, in moderne talen. En dat is lang niet meer het geval. Wat betreft Frans mag ik zeggen dat je daar als hoogleraar niet meer kunt aankomen. Studenten lezen geen Frans, alhoewel het een wereldcultuurtaal is. Wat betreft het Duits is het zo dat 100 miljoen Europeanen Duits als moedertaal hebben. Maar probeer maar studenten te vinden die dat goed beheersen. En dan zult u, weinig vinden die dat echt kunnen. Er zijn minder Nederlandse studenten die Duits studeren dan Duitse studenten die Nederlands studeren. En dan wat betreft het Engels. Dat denken wij goed te spreken, maar ik kan u verzekeren dat de kennis van het Engels veel minder goed is dan men zelf denkt. Dan tenslotte misschien nog wel het belangrijkste is de kennis van het Nederlands. Dat is pover. En dat is natuurlijk barbaars. Dat wij onze eigen taal hoe langer hoe minder goed spreken is een schandaal. En daarom pleit ik ervoor dat aan de aanvang bij het begin of als toelatingseis voor universiteit en hoger onderwijs, HBO, dat studenten een examen moeten afleggen in hun eigen taal, in het Nederlands. Want we kunnen het toch niet meer hebben dat slecht wordt gespeld en dat je zinnen van 20 regels hebt zonder interpunctie en dat soort zaken meer. Dus ik pleit daarvoor. Ik hoop dat het wordt opgepikt door mensen die daarover competent zijn. En overigens zou ik allen op dit congres willen aanraden om dit boek, dit mooie boek van Ajit Bakkas, zo gauw mogelijk tot zich te nemen.